Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis, waarin één thema centraal staat. En dat is de begroting van de gemeente Tiel. En daarvoor hebben we natuurlijk één man uitgenodigd die daar alles over kan vertellen. En dat is de wethouder Financiën, Laurens Verspuij. Van harte welkom. Goeiedag. Die begrotingsraad, hij is woensdag aangenomen, afgelopen woensdag. Appeltje eitje. Nou ja, appeltje eitje, er is ontzettend veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Er komen nogal wat taken vanuit het Rijk over. Dus dat betekent dat de begroting toch ook flink overhoop is gehaald. Om dat allemaal een plekje te geven. De begrotingsraad ging goed. De begroting is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Maar nogmaals, er zat ontzettend veel voorbereiding aan vooraf. Er zijn een aantal moties en amendementen aangenomen. Daar gaan we straks nog even over praten. Tiel heeft te besteden zo'n 120 miljoen euro. Er is nieuw beleid, dingen die omgebogen worden. Wat zijn de highlights? De nieuwe uitgaven die hebben we in het voorjaar eigenlijk al besproken met de gemeenteraad. En die hebben nu ook zo'n plekje gekregen in deze begroting. Ja, het Bloesemakkoord. Ja, bijvoorbeeld ook de perspectievennota. Ligt die nog even toe voor mensen die dat niet meer helder voor de geest hebben? Het Bloesemakkoord hebben we gezegd van we willen toch op een aantal zaken wat intensiveren qua beleid. Bijvoorbeeld op het gebied van burgerparticipatie, daar is geld voor uitgetrokken. Maar ook voor een energiefonds, een revolverend energiefonds, is 3 ton voor uitgetrokken. Dus die bedragen zitten allemaal in de begroting. Wielerbaan is erin geschoven bij de perspectievennota. Ook die zit erin. Dus er zitten ook een aantal nieuwe uitgaven in. Ja, die begrotingsraad was eigenlijk niet zo spannend, hè? Wat Tiel wil, kan men eigenlijk uitvoeren. Niet zo spannend. Dat kun je achteraf beoordelen. Dat weet je van vooraf natuurlijk nooit. Er zijn heel veel moties en amendementen ingediend die toch beleidswijziging en koerswijziging voorstellen. Die zijn in het algemeen aangenomen. Dus er heeft wel een mooi debat plaatsgevonden. En er zijn door diverse partijen accenten gelegd in deze begroting wat extra aandacht verdient. Ja, als we er één accent uithalen, bijvoorbeeld het Veiligheidshuis. Dat was het voorstel van de VVD. Wat vindt u daarvan? De VVD heeft gezegd van we willen het Veiligheidshuis nu zeker weten dat het gewoon structureel goed in de begroting zit. Wat is dat Veiligheidshuis? Wat is dat precies? Dat het gedekt is. In het Veiligheidshuis werken gemeenten samen om mensen die dreigen te ontsporen. Ja, dreigen te ontsporen om dat te voorkomen als het ware. Dus meerdere disciplines dat men met elkaar overlegt en weet van elkaar wat men doet en niet doet. En er was nog geld voor nodig in de toekomst, waarvan het college had gezegd van we willen kijken graag ook met die nieuwe taken vanuit het Rijk of een en ander handig te combineren valt. En de VVD heeft gezegd van we willen gewoon zeker weten dat dat geld er is en hebben daar een motie voor opgesteld en dat door de gemeenteraad gekregen. Dus dat geld is er voor de toekomst voor het Veiligheidshuis. Dat is een mooi iets. Ja. Terug naar die begroting. Waar zitten eventuele pijnpunten in de toekomst? Dan moet je goed kijken naar de risico's. Ik denk dat het goed is om te vertellen dat we voldoende geld in kas hebben om de risico's af te dekken. Ook daar wordt nauwkeurig naar gekeken. Maar als je kijkt naar risico's, dan moet je denken van kunnen we het straks doen met het geld wat we van Den Haag krijgen voor die taken op het gebied van zorg en werk en inkomen. Met name jeugdzorg baart zorgen. Het is een risico, dus moet je de vinger daar flink bij aan de pols houden om te kijken of dat ook goed ontwikkelt. Maar goed, als het zich nou niet goed ontwikkelt, hoe kan dat dan opgevangen worden? Dan kom je op keuzes te staan als raad van wil je daar verder in snijden om het binnen de perken te houden of pas je geld bij. En dat betekent dat je of elders uit de begroting geld moet vrijmaken of de lasten moet verhogen. Zoals ik het vertel, geen van de opties is natuurlijk aantrekkelijk. Dus dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Maar Tiel doet het goed, hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar woonlasten, dan zitten we in de top van Nederland. Ja, als je nummer 1 is de goedkoopste gemeente en iets in de 400 is de duurste gemeente. Mm-hmm. En dan staat Tiel op plaats 34. Dat is hartstikke goed. Ja. Als we dat afzetten tegen plaatsen rondom Tiel, hoe doet Tiel het dan? Dan zijn we veruit de goedkoopste. En dat is in die zin ook nog knap, van dat we natuurlijk in Tiel wel heel veel voorzieningen hebben ook. Die wij ook meebetalen voor anderen.
Dus we hebben een groot voorzieningenpakket en relatief lage lasten. Dus ja, wat dat betreft een mooie maakt Tiel die naam centrumfunctie waard. Zeker. Ja. Die andere gemeenten, waar praten we dan over? Of Buren, Neder-Betuwe, Neerijnen. En waar zitten die dan in dat spectrum? Kun je dat aangeven? Nee, dat varieert, maar die zitten ergens in de 200 of 300. Dus echt... Echt stukken lager, ja. Oké. Terug naar die begroting. Bloesemakkoord. In die zin was het eigenlijk allemaal al wel een beetje uitgetekend. Hè? We hebben de verkiezingen gehad. Daar is natuurlijk ook al over de centjes gesproken. Ben je er trots op uiteindelijk hoe het loopt? Zeker. We hebben een mooie sluitende begroting afgeleverd. Maar ik zeg er wel bij, er zit echt nog voldoende uitdaging in voor de toekomst. Hè? Het akkoord wat er gesloten is, dat is nog niet uitgevoerd. Nee. En we zullen straks zien, komend voorjaar, bij de komende perspectievennota, als we weer eens vooruitblikken in de toekomst, ja, dan komen er een aantal keuzes volgens mij bij elkaar waar extra geld voor nodig is. We hebben eenmalig iets gedaan voor burgerparticipatie in Tom. Ik kan me niet voorstellen dat dat genoeg is en dat we daar structureel genoegen mee nemen. Een burgerparticipatie, dat geld wordt gebruikt om mensen zelfstandig dingen te laten doen. Ja, precies. Bijvoorbeeld speeltuintjes. Ja, maar ook, wilt u dat aanleggen, ga u gang. Ja, maar ook gewoon nieuwe initiatieven belonen. Nou, dat is er één. MSC Passerij, wellicht moet daar nog wat geld bij. Het onderwijs, huisvesting. Nou, zo komen er echt een aantal dossiers voorbij die om en bij het voorjaar van komend jaar, 2015... helder zullen zijn van welke bedragen dat daarvoor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus dan komt er nog een keus en een confrontatie tussen het beschikbare budget dan en de wensen die er dan liggen. Maar dat is aan de raad natuurlijk. Uiteraard. Tiel zet in op een aantal speerpunten. Cultuur natuurlijk, hè, dat zien we terug in de West-Luidense Poort, maar ook op onderwijs. Dat doen we nu al, maar dat doen we ook in de toekomst. Wat staat daar te veranderen? Nou, we willen in 2015 komen tot besluitvorming rondom de verbouwing van het Lingencollege. Daar worden nu alle registers voor opengetrokken om daar met een goed plan te komen. Dus dat is een enorme impuls natuurlijk in de versterking van het onderwijs in Tiel. En ja, daar gaan heel veel leerlingen en ouders wat van merken. Ja, het gaat met name om de onderwijsgebouwen. Hè? Die zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Ja. En ook om dat onderwijs aantrekkelijk te maken, nieuwe huisvesting. Ja, we moeten goed onderscheid maken. De gemeentelijke overheid gaat niet over onderwijsbeleid, hè, over onderwijsinhoudelijke zaken. Mm-hmm. Maar wel faciliterend. Maar wel faciliterend, wel in huisvesting. En juist daar ligt er bij het Lingencollege een grote opgave, want ja, die huisvesting is gedateerd. Ja, en in het verleden is daar weinig aandacht aan besteed ook om dat geld te reserveren? Hoe moet ik dat zien? Nee, er is in het verleden veel geld gegaan. Er is een extra inhaalslag geweest de afgelopen periode in het basisonderwijs. Collega Vermeulen heeft tal van basisscholen up-to-date gemaakt. En ja, nu verschuift de aandacht wat meer naar het voortgezet onderwijs. Omdat daar nu een noodzaak ligt. Het is niet zo dat er in het verleden daar niks aan gebeurd is. Als je bij het Lingencollege op de Heiligestraat binnenkomt, dan is dat ook een hele vernieuwde entree, zullen we zeggen. Alleen ja, hè, het geschiedenislokaal, het wiskundelokaal, ja, dat is nog van te lang geleden. Die bedragen die daarvoor nodig zijn, dat varieert sterk. 25 miljoen is geroepen, het kan ook voor minder. Waar gaat Tiel dat van betalen? Nou ja, de variëren varianten tussen de 25 en 28 miljoen. Je kunt je misschien afvragen of dat bij elkaar te veel is. Dus we kijken ook nadrukkelijk naar varianten waarin de doelstellingen wel overeind blijven, maar waar je gewoon een minder hoog bedrag voor nodig hebt. Ik denk dat we zo eerlijk in deze tijd ook moeten zijn dat we die kant op kijken. Nou ja, we hebben in het Bloesemakkoord geld vrijgespeeld voor deze aanpak, zo'n 14 miljoen. Dus er is een flinke bodem. En nu is het zaak om te kijken van wat je daarvoor kunt doen, wat je eventueel nog extra nodig hebt en hoe je dat eventueel zou kunnen dekken, of in de perspectievennota of bij de provincie of op andere manieren. Dus ook op dat punt is Tiel goed op weg? Zeker, ja, het staat in de stijgers. Die wethouder financiën, die kan niet anders dan tevreden zijn, maar vinger aan de pols houden. Zeker. Altijd tevreden zijn over sluitende begrotingen. Ook altijd belangrijk om erbij te zeggen dat de jaarrekeningen tot nu toe ook nog sluitend waren. Maar vinger aan de pols, we moeten bezuinigingen die we hebben ingeboekt ook daadwerkelijk halen.
We moeten het doen met het geld van het Rijk wat we krijgen voor die decentralisaties. Nou, als dat ons lukt, dan heb ik de goede hoop op dat ook in de toekomst die begroting sluitend te maken is, zonder al te draconische extra bezuinigingen. De volgende gast in deze aflevering van het Koetshuis is Ton Zuidema. Ton Zuidema is de fractievoorzitter van D66, nog altijd de grootste partij in Tiel. Dat klopt. Hoe voelt dat trouwens? We zijn nu dik een half jaar onderweg. Iets langer al, hè? Maart hebben de verkiezingen gehad. Heeft zich dat gevormd? Dat bedoel ik mee, zeg maar, dat je de grootste partij bent. Ja, dat is een continu proces. Ik merk wel dat er meer naar ons gekeken wordt. Meer in de vragende zin was. Wat gaan zij doen en vervolgens hoe gaan we daar dan mee om? Ik moet zeggen, ja, de sfeer is uitstekend. Ook met zowel coalitie als oppositiepartijen. En we hebben in Tiel nog steeds, en daar ben ik echt heel blij mee, de sfeer van met elkaar doen we ons best voor die inwoners. In die begrotingsraad heb je nog, ik zou bijna willen zeggen, wanhopig geprobeerd om een discussie los te krijgen. Dat lukte niet echt. Nou, wanhoop vind ik niet zo sterk. Maar laat mij het zo. Er is een poging gedaan, klopt. Nou, we hebben heel bewust gekozen met de fractie om het eens anders in te steken dan voorheen. Oftewel geen moties indienen. Om te kijken of we op een paar belangrijke thema's, burgerparticipatie bijvoorbeeld en duurzaamheid, of we daar discussie konden op gang brengen. Dat kwam niet echt uit de verf, hè? Blijkbaar heeft de Raad behoefte aan een startnotitie en wat concretere kaders om daar het gesprek over te voeren. Ja. Dus het idee is goed, alleen de timing was fout? Nee, dit soort discussies horen wel degelijk thuis in een begrotingsraad, omdat je daar op hoofdlijnen met elkaar van gedachten wil wisselen over welke richting gaan we uit. Wat wil Tiel als het gaat om duurzaamheid? Zijn we van plan om een inspanningsverplichting te vragen aan uitkeringsgerechtigden? Dat zijn nogal heftige zaken. En daar moet je eerst met elkaar goed over doorpraten of we samen in die richting zitten. Voordat je heel concreet gaat fijn afstemmen en gaat dingen gaat wegschrijven in een beleid. Dat is toch een nieuwe manier van politiek bedrijven? Nieuw niet zozeer, maar andere invulling eraan geven. Ja, en het andere is dat je in een dualistisch systeem, waar je met de raad en wethouders in discussie gaat, eerst met de raadsleden samen, zonder kaders, is gaat vaststellen, wat willen wij nou? En vervolgens aan het college gaat vragen. Terug naar die basis. Ja. Een aantal jaren geleden heb je hard gemaakt tijdens een begrotingsraad over, ja, inderdaad, hè? Kijk nou eens naar die stad zelf. En dan ging het met name om verkeersborden. Hè? Dat dingetjes lelijk maakt, plaatsen. Wat, bijvoorbeeld de Waalkade ziet er fantastisch uit. Maar als je daar vanuit verschillende oogpunten naar kijkt, is het een weerwaar van bordjes en toestanden, waardoor het gewoon een oerlelijk gebeuren wordt. Daar is niks mee gedaan. Dat is ook niet zo eenvoudig als het lijkt. Er wordt wel degelijk aan gewerkt. Hè. De wethouder heeft dat ook toegezegd. De afspraak was dat op het moment dat er binnen de stad grote werken gaan plaatsvinden, wordt er elke keer kritisch gekeken naar, staan de verkeersborden op de goede plek? Hebben ze de functie die we bedoelen? Kunnen er eventueel borden weg om het straatbeeld rustiger te maken, de stad beleefbaarder te krijgen? Maar ja, daar moet je geen haastwerk van maken, want dan gaat het ook heel erg veel geld kosten. Dan ga je echt met de bottenbijl door de binnenstad en dat zou niet zo eenvoudig zijn. Maar dat is wel waar het om gaat, hè? Die simpele dingen. Ik noem het even simpel. Maar het gaat wel om het leefbaar houden en maken van zo'n stad. Dat klopt. En die basisgedachte is ook inderdaad heel simpel. Er zijn voorbeelden in het land, de Drachten en de gemeente in Zeeland, waar alle verkeersborden zijn weggehaald. Mm-hmm. En het vreemde is dan, je zou zeggen, dan wordt het dus onveilig, want wat moeten we nou? Maar juist die onveiligheid zorgt ervoor dat iedereen vreselijk goed oplet en er eigenlijk niets, nagenoeg niets fout gaat. Ja, dat is een klein stapje die we dan kunnen maken naar burgerparticipatie. Hè? Een modewoord zou je bijna willen zeggen. Iedereen, ook in Tiel, in de politiek praat daarover. De invulling die eraan gegeven moet worden, hoe denk je daarover? Vanuit, vraag je aan mij als D66'er? Ja, zo zit je hier. Ja. Wat wij graag zouden zien, is dat we via het jaarthema, hè, de kijk straks de raadswerkgroep Wijk en Buurt, dat we eens goed onze oren en ogen de kost geven om te kijken wat willen de inwoners, wat kunnen ze
en wat willen ze? Dus met zo weinig mogelijk kaders vanuit gemeentelijk beleid. Die inwoner die wil gewoon lekker wonen en vooral wat hij gewend is, dat gewoon blijft. Dat klopt, maar ik kan me ook voorstellen dat er groepen mensen zijn die zeggen, waarom is hier geen hondenuitlaatplaats? Waarom kunnen wij niet zelf dat speeltuintje voor die kinderen inrichten? Waarom mogen we daar of daar geen ontmoetingsplek maken, of voor de jeugd of voor ouderen? Daar ben je nog steeds behoorlijk afhankelijk van in Tiel van gemeentelijk beleid. Dat wordt aan de tekentafel vaak bedacht. Door een ambtenaar. Ja, en vervolgens wordt daar in de raad over gediscussieerd en een klap op gegeven. Maar het is nu juist de uitdaging om die burger echt dat beleid in te trekken en te zeggen, denk maar mee, kom maar met een voorstel. Ze krijgen dan ook die verantwoordelijkheid. Een aardig voorbeeld in die richting, dat zijn er misschien twee, is de wielerbaan, die in eerste instantie ontzettend duur leek en lastig te ontwikkelen binnen het bestaand budget. Daar zijn mensen mee aan het werk gegaan, over na gaan denken. En nu is er een initiatief dat wel past en wat financieel haalbaar is. Dus buiten, althans in grote lijnen, buiten de gemeentelijke of ambtelijke organisatie om, hebben inwoners dus dat initiatief op poten gekregen. Het gaat ook om ideeën aanreiken. Hè? Ik was laatst bij een bijeenkomst, vond ik ook wel een aardig idee. Als je als buitenstaander langs Tiel rijdt op die A15, dan ziet die verkeersbal, die ziet er eigenlijk niet uit. Hè? Staat vol met graffiti. En iedereen ziet dat en iedereen spreekt daar schande over en er moet wat aan gedaan worden. Maar gebeurt uiteindelijk niet. Is het niet gewoon heel simpel dat er een groep mensen opstaat die zegt van nou, meld u aan en we gaan op de eerste zaterdag van de maand, of op mijn pad, elke eerste zaterdag van de maand gaan we aan de slag om dat spul schoon te maken. En zo'n gemeente zou dan ervoor kunnen zorgen dat er bijvoorbeeld faciliteiten zijn om daadwerkelijk schoon te maken. Dan zal het allemaal wel iets of wat lastiger in elkaar zitten, want het is Rijkswaterstaat en zo. Maar als je al die belemmeringen weghaalt, dat moet toch kunnen? U zegt twee interessante dingen. Belemmeringen weghalen, dat is belangrijk. Wanneer het gemeentelijk apparaat regeltjes eenvoudiger kan maken of weg kan halen, kan er veel meer. Het tweede is een beetje ingegeven vanuit toch wel traditionele gedachte. We moeten het met elkaar schoonmaken. Dat hoeft niet. Laat de inwoners maar eens bedenken wat ze daarmee willen. Het kan zijn dat er groen voorkomt. Het kan zijn dat men daar een kunstwerk van wil maken. Misschien moet er in het kader van duurzaamheid een serie zonnepanelen op. En dat hoeven we dus niet langer als gemeente te bedenken of als politieke partij te bedenken. Laat die inwoner zich daar nou eens over uitspreken. Ja, maar dan kom je ook op een ander issue. Hè? Dit land is wel overberegeld. Komt het aan alle kanten, kom je dat tegen. Dus die regels, die zullen dan eerst weggehaald moeten worden. Nou, maar dat is natuurlijk niet primair een taak van een gemeente. Vaak is dat landelijke overheid. Klopt. Er is ook wel behoefte aan regels. Dus alle regels wegpoetsen, dat gaat ook niet goed. Nee, maar bijvoorbeeld het verhaal wat ik gekscheren net vertelde. Ja, kun je nu vergeten. Staat er aan het einde van de rit staat er een groep klaar. Die mag niet aan de slag. Nee, ik denk dat we dat moet je omdraaien. In die zin dat als er een initiatief komt, ga je op dat moment kijken wat zijn de belemmerende factoren. En als daar regelgeving in zit die we vanuit gemeentelijk beleid makkelijk kunnen aanpassen, dan ga je dat doen. Dat is de kern van burgerparticipatie en van een andere manier van denken. En die mogelijkheden die zijn er nu al. De gemeente staat daar open voor. Althans, die gemeenteraad om uiteindelijk dit te bewerkstelligen. Een van de belangrijke uitgangspunten in het Bloesemakkoord, en zeker ingegeven ook vanuit onze partij, is om daar echt werk van te maken deze periode. Is niet eenvoudig, gaat ook niet van de een op de andere dag. Maar om daar... Het begint klein natuurlijk. Het begint klein, het begint met wijken- en buurtgesprekken. De klus die de raadswerkgroep wijk en buurt straks gaat doen. En op die manier hopen we op korte termijn al leuke initiatieven tegen te komen. Die visie, is die uiteindelijk al goed omlijnd, omkaderd? Want een valkuil is natuurlijk dat we dezelfde dingen gaan doen met nieuwe naampjes. Dat is het interessante. Het is zeker geen oude wijn en nieuwe zakken. Er gaat wel degelijk iets anders gebeuren. Mm-hmm. De wijkschouw was voorheen vanuit de gemeente, van het college georganiseerd. Van goh, we gaan die burgers eens opzoeken en vertellen wat we aan doen zijn. Dat men het snapt en misschien ons oor te luisteren leggen. Dat oor te luisteren leggen wordt nu de hoofdzaak. Inwoners, wij zijn hier voor jullie. Vertel het maar. Wat moeten we doen? En zo is het eigenlijk zo altijd al moeten zijn. Wat ons betreft zeker, ja. Dingen waar je zorgen om maakt. Een hele lastige opgave die op ons afkomt is, denk ik, in het kader van de participatiewet,
Tiel heeft gemiddeld een hoger aantal werkloosheid, of een hoger aantal werklozen dan onze omgeving. Er zijn heel veel partijen die ontzettend hard aan het werk zijn om daar iets aan te doen. Het onderwijs wordt daarbij opgezocht, het bedrijfsleven wordt opgezocht. Van de week is nog een bijeenkomst geweest om te kijken hoe kunnen die twee elkaar bedienen, elkaar versterken. En ook dan is het niet zozeer nieuwe dingen bedenken, maar wel een andere manier van werken tussen de oren krijgen. Zodat je partijen echt goed aan tafel krijgt en dat we van elkaar weten waar wensen en mogelijkheden liggen. He, bijvoorbeeld de werkzaak, werkbedrijf worden opgericht. Dat staat op het punt om te beginnen. En dat is de overkoepelende organisatie die straks al die partijen met elkaar verbindt, die gesprekken aangaan en die van partijen weten wie waarop zit te wachten als het gaat om werk of opleiding. Faciliterend bezig zijn, dat is dus eigenlijk het toverwoord. Maar je hebt ook te maken met landelijke overheid. En dan doe ik bijvoorbeeld iets heel anders. De A15, die slipt langzaam maar zeker dicht. Wat kan een gemeente betekenen? Ja. Om dat vlot te trekken, om te zorgen dat zo'n A15, die regio Rivierenland, want dan moet je breder trekken dan Tiel alleen, bereikbaar blijft. En dus ook economisch aantrekkelijk. Nou, dat is dus zo'n probleem waar je echt als regio je keihard voor moet maken. Dat kun je niet als Tiel alleen. Daar ben je echt een veel te kleine speler. Daar moet je zorgen dat je de 10 gemeenten in de regio Rivierenland in dezelfde beeldvorming krijgt, dat daar een probleem is op te lossen. Het wordt steeds gevaarlijker omdat het drukker wordt. Er is ook behoefte aan meer beweging over die A15. En als we... Want je kunt inzetten op logistieke hotspot en een overslagterminal. Maar ja, als je ontsluiting er niet is of niet voldoende, dan gaat dat stagneert dat. Kijk, bedrijven vragen om adequaat vervoer. Of dat nou over water, spoor of de weg is, dat is aan hen vooral. Maar als je niet vanuit je infrastructuur daar een oplossing voor hebt, geen antwoord hebt, dan blijven bepaalde bedrijven uiteraard weg. Dus het is dus ook van belang om niet alleen Tiel op de kaart te zetten, maar die hele regio Rivierenland. Gebeurt dat naar jouw inzicht op een adequate manier? Nou, kan beter, denk ik. De afstemming kan beter. En daar waar je met name de provincie duidelijk kunt maken met elkaar wat hier nodig is, waar we behoefte aan hebben, goede infrastructuur, omdat je een industriegebied belangrijk vindt, maar ook sportfaciliteiten belangrijk vindt, waar ook veel verkeer mee gemoeid gaat, hè, als je evenementen wil organiseren. Tiel is een evenementencentrum in de regio. Ook dat heeft zijn beslag op infrastructuur, op wegen. Dan moet je met elkaar daar afspraken over maken. En dat betekent dus dat je hoopt dat je partners in de regio het belang inzien en mee willen denken en mee willen werken aan het verbeteren. Maar dat belang, dat zullen ze toch wel zien. Kijk, want die ontsluiting van zo'n A15, dat het in ieder geval in de toekomst ook goed verloopt, heeft natuurlijk alles te maken ook met werkgelegenheid. Klopt. Het belang inzien betekent dat je er ook geld voor over hebt. Dat je elkaar opzoekt in beleid. Dat je niet te strak vasthoudt aan grondgebieden. Zodat je zegt, ja, maar ik wil die weg of die spoorlijn niet over mijn grond. Daar moet je misschien regels voor oprekken. Heb je het over werkgelegenheid? Ja, wanneer je echt serieus werk maakt van het ontwikkelen van je gebied nog steeds. Hè, op cultureel gebied, op onderwijsgebied, op werkgelegenheidsgebied, bedrijfsleven. Dan heb je elkaar daarbij nodig. Dat kan Tiel echt niet alleen. Goed, die regio die is van belang. Ook gezien de toekomst. We kunnen het als Tiel ook niet alleen. Ook al hebben we die regio-functie. Hoe zie jij dat? Nou, als we even insteken op werkgelegenheid nog. We pakken bijvoorbeeld die werkzaak. Die gaat zich hard maken om 600 arbeidsplaatsen te creëren de komende jaren. Voor mensen voor wie het lastig is om aan een baan te komen. Nou, dan ga je kijken naar met name transportlogistiek. Daar kunnen we veel in betekenen. Daar wordt in de regio op ingezet. Daar wordt op ingezet, ja. En op agrarische producten, de foodsector. Daar moeten we elkaar in opzoeken. En daar heb ik hoge verwachtingen van de werkzaak. Die komen met resultaten. Als ik jouw woorden goed filter, dan zeg je eigenlijk samenwerking is de key tot het uiteindelijke succes. Daar ben ik van overtuigd. De regio Rivierenland met Tiel in zijn centrumfunctie kan heel veel betekenen voor met name de werkgelegenheid in deze hele regio. Dus voor Ton Zuidema en eigenlijk die hele raad en de gemeente, er is nog werk genoeg. Er is werk genoeg en er is ook nog werk genoeg te doen om mensen aan het werk te krijgen. Nou, dan gaan we je veel succes bij wensen. Ton Zuidema, mag ik je danken voor het gesprek. Oké, dankjewel.
Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer, dan de editie van december. Tot dan!